Vuil is overal. Het is een kleverige substantie die ervoor zorgt dat wij regelmatig moeten douchen. Maar daar blijft het helaas niet bij. Het veroorzaakt ook grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan schepen die vervuild raken, riolen die dichtvallen. Maar ook een verminderd slagingspercentage voor bijvoorbeeld orgaantransplantaties. Omdat zich ook hier een vuillaagje ophoopt. Deze problemen wil ik voorkomen door een vuilafstotend beschermlaagje te maken. En dit doe ik door middel van polymeren, oftewel lange, flexibele moleculen. Door deze één voor één op een oppervlak te plaatsen, creëer ik een soort borstel, een polymeerborstel. En omdat deze borsteltjes zo dicht op elkaar staan en de polymeren waaruit ze bestaan vuil afstoten, krijgt een vuildeeltje eigenlijk niet de kans om zich nog aan de ondergrond te hechten en blijft het materiaal schoon. Dus, door allerlei oppervlaktes, zoals de romp van een schip, te bedekken met dit beschermende borstelige laagje, hoop ik een schonere toekomst te creëren waarin we kunnen leven zonder kleven.